Floris Kaik uit Tiel heeft een gouden kalf gewonnen in de categorie Beste Interactive. De winnende productie heet The Modular Body en gaat over ethische vraagstukken rondom de medische innovatie. Een speelse en cinematografisch slimme productie, aldus het juryrapport. Op een speelse wijze prikkelt Kaik, maakt hij ook boos en zet hij aan tot het denken over nieuwe technologieën, zowel op het gebied van de medische innovatie als de sociale media zelf, en slaagt erin een breed internationaal publiek te engageren voor zijn werk. Vrijdagavond 30 september zijn tijdens het Gouden Kalveren Gala op het Nederlands Filmfestival de Gouden Kalveren uitgereikt. Het feestelijk gala in het Beatrix Theater in Utrecht vormde de afsluiting van de 36e editie.